Dag vriendinnen. Zo. Oké, daar komt die one taker, ja? Dag vriendinnen, Koen Kardashian hier vanaf het Sieraad in Amsterdam, waar vanavond de MTV EMA pre-party is. Hier wordt vanavond de felbegeerde Best Dutch Act uitgereikt. Niet alleen heel crème de la crème van de muziekwereld komt hierop af, maar ook vanavond heel bekend Nederland en natuurlijk Koen Kardashian herself. Nou, ik ben benieuwd en ik neem jullie lekker mee. Joejoe. Ja, jongens, wat ik al zei, het is maandag. Ik ben nog niet helemaal wakker. Moest die kant op. Het is natuurlijk een MTV-event. Dus dat wil zeggen, backstage JJ. Hier gaat het allemaal zoals gebeuren. Ja, er zit nu een hele goedkope glans op. Die banner vloekt. Godverdomme. Met mijn broek. Maar ik ben er wel. Dit is dus het VIP-gedeelte, dat zijn ze nu aan het opbouwen. Straks staat hier heel crème de la crème. Zal de bar open zijn? Nou, die ziet er nog niet open uit. Kan ook nog niet wat bestellen. Nou, dit was dus het VIP-gedeelte. En dan zijn we nu bij het fan-gedeelte. Zoals het hoort. Oh ja, ik heb podium. Misschien volgend jaar sta ik hier, dus ik oefen alvast een beetje. De Best Dutch Act 2018 is geworden Koen Kardashian. Champagne, Wat een feestje zal dat zijn, hè? Nou, daar zouden hebben hoor, Monica Geus. Man. Welkom backstage. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er zin in. Ik vind het echt top dat jij erbij bent. Ja. Rijk is er ook. Ja. Eerste keer als Moeke. Eerste keer als Moeke. Yes. Ja, lekker iedere avond lekker thuis. Kun jij je niks bij voorstellen? Ik doe gewoon even mijn jasje uit. Het feestje stond er niet begonnen. Ik heb het zo heet. Het is een soort rivierenhal hier. Nou, lieve lieverds, ik hoor dat jullie nog heel wat door te lopen hebben. En ik denk dat jij ook nog even een ander lookje aan moet. Ja, ik moet zeker nog even een ander lookje aan. Dus ik ga jullie met rust laten. Heel veel succes. Gaan we een borrel drinken, toch? Nee, daar ben ik niet van. Hou ik niet van. Ben gestopt. Na de MTV EMA pre-party is het natuurlijk ook altijd een after party. Dus ik kan het nu even laten zien. Want wat daar gebeurt vanavond, daar lusten de honden geen brood van. Dat kan ik jou nu al vertellen. Het is hier. Hier staat Sunny Jansen dan te draaien. Misschien staat hier deze hoek Famke met Ronnie helemaal zo lekker. Misschien gaat Koen ineens zo van, hey meid. En staat Isadee bij de hapjes. Nou, wat is MTV lekker up-to-date. Helemaal 2018. Genderneutraal toilet. Nou, ik ga echt in elk toilet lopen kakken. Joejoe. Hi guys. Welkom to my ASMR beauty vlog. The make-up artist is not here. So I do it by myself. Oh, hallo. We hebben de echte make-up artiest, die is helemaal aangekomen. Hallo. Nou vriendin, ik kan wel een touch-up gebruiken. Ik heb je nodig, niet alleen vandaag mijn hele leven. Hallo schat. Wat zit je nou altijd te kijken? Je weet dat ik nooit in pak kom. En mag ik even kijken? Leuk. Dag. Vorig jaar had ik ook geen pak aan, een wit overhemd. Jij hebt mijn taak overgenomen wat ik vorig jaar deed. Ja man, wanneer krijgen we een drankje? Maar de bar was nog net niet open, maar ga jij anders eens even lekker kijken. Nou, ik ben uit de maquillage, wat vinden we ervan mensen? Dat dacht ik ook. Rijk, succes. Ze hebben zelfs meer nodig hebben dan mij. Ik kom zo bij je over de rode loper. Da? Hallo schat. Jij bent hier meer voor de afterparty, hè? Nou meid, ik ben er niet vies van. Nou, we zijn nu op het VIP-deck. Het is helemaal vol. Iedereen is er. Dit is het VIP-deck. En hier is het helemaal gevuld met fans. We gaan eens een beetje celebrity hunting doen. Hallo lieve vriendin. Hallo lieverd. Wat draag je? Ik draag een ensemble van ASOS. Bonnensuit heet dit. Merk. Asociaal. Ja, lekker asociaal. En dan heb ik hele asociale kersenlaarzen eronder. Hoe echt een fouten kan het niet? Oh, heerlijk. Maar ik top hem wel af met een Jimmy Choo tas. Het is gewoon een soort spijkerpak. Het hoort eigenlijk dicht, maar toen vond ik me een beetje te veel. Een soort zak. Wat draag je? Ik heb Hunke Muller aan. Hunke Muller. Dit is even mijn stylist voor me geregeld vandaag. Ik heb het al eerder aangehad. Gaan we nog dansen op de afterparty? Wat denk je zelf? Het is gewoon een jurkje van Nelly.com. Het is niet zo bijzonder. Het gaat meer om de accessoires vandaag. Deze is van D&G. Net zoals deze. En dit is de nieuwe lijn van Gucci. En een heel lief ouderwets tasje. 7,50 op de Eihallen. Wat verwacht je vanavond?
Nou, er is een open bar, dus ik verwacht echt dat het helemaal eraf gaat. Veel knappe mensen, gezellige boel gewoon. Laat je likken. We gaan een gezellig feestje van maken, een paar drankjes doen en ja, hopelijk winnen we. Nou, lieve schat, het begint zo lekker los te komen. Het is echt een feestje. Van Chloise komt zo op. Kan jij die bitches laten? Ben jij de waarde? Of zie jij mijn waarde? Ik ben. Ik vraag aan iedereen, wat heb je aan, maar jou skip ik zeg even mee. Hoezo? Ja, schat, het is godverdomme net dat je een boodschap hebt gedaan. Wie heb je zin, schat? Ik heb het onwijs naar mijn zin. Ja? Ja, ik heb net Monica een kusje gegeven, dus mijn avond kan niet meer stuk. Altijd goed, schat. Altijd goed. Misschien lopen we een Honda. Ik ben zo aan mijn woonkraag. Vroom! Vroom! Ik heb gehoord dat de afterparty het leukst is. Op basis van vorig jaar. Ja. Ja. Kan je dat beamen? Ja. Ga je je gedragen? Ik ga er wel naartoe, maar of ik me kan gedragen... Het is hier open bar. Ik heb er al 5-6 op. Ik ben natuurlijk een vloggende meid. Ben jou heel de dag bezig met z'n MCV IMA's en heb je het ook vastgelegd. Ik ben dus best wel slecht soms, dan vergeet ik het. En dan krijg ik van mijn management echt zo deze. Schat, nee, zoals je ziet heb ik mijn haar geverfd. Ik ben heel veel getagd. En jij bent heel veel getagd op mijn foto's. Oh. Hij doet hem na. We zijn officieel tweelingbroers vanaf nu volgens mij. Zo is het. Maar het staat je wel. Heb je hem wel mee? Natuurlijk ga ik vloggen. Dat wil ik zo. Zullen we even vloggen? Ja, ik wil erop. Je bent lekker aan het werk? Ik ben aan het werk. Ja? Vanaf 2:30. Ik heb nog nooit zo lang gewerkt. Die meiden hebben volgers, daar word je helemaal eng van. Moet je uitmelken. Hallo, hoppakee. Het gaat beginnen. Ze gaan hem uitreiken. Bang, bang, bang. De winnaar is... Ciao, ciao! Gefeliciteerd. Dankjewel. Had je het verwacht, schat? Zo, en hoe? Ik ruik het. Hoe ga je het vieren vanavond? Ik denk dat ik morgen wel echt flink naar de klote ben. Ja. Lekker naar de get voor. Ik weet niet of ik het nog heel lang volhoud. Ik ben iemand, ik kan heel slecht tegen spanning. Ik heb 80% van de drankjes die ik op kan, heb ik al getrokken. Ik neem 106 slokje. Goed zo. Afterparty zo, links, rechts, nog een links. Ik zie jou daar. Sowieso man, ik ben op de afterparty. Ik heb een MTV EMA Award. Waar is die? Misschien. Helemaal kwijt. Misschien. Ach, kan jou het schelen. Ik ga hem toch tatoeëren op mijn lichaam. Dan heb ik hem voor altijd bij me. Beloofd. Volgens mij had hij al aardig wat drankjes op. En ik zie iedereen richting de afterparty gaan. Kim Kardashian wil natuurlijk niks missen. Dus ik zeg, lieve mensen, adieu, para, lu. Ze gaat er weer vandoor. Dit was ze weer, Insta Famous.